weekoverzicht van 17 tot en met 21 maart. De Hilversumse Meen bestaat 40 jaar. Op 15 maart gaf burgemeester Broertjes het startschot voor een jaar vol festiviteiten. Burgemeester, het grote startschot is gegeven. Ja, het is een jaarlang feest, heb ik begrepen, hier in de Meent. Want ja, 40 jaar geleden is het ontstaan. En toen burgemeester Plateel de eerste sleutel heeft aangeboden. Nou ja, zo hebben wij nu de ballonnen in de lucht gelaten. Het is natuurlijk een bijzondere dag voor de Meent. En ja, het is in 40 jaar natuurlijk uitgegroeid tot een hele geliefde plek. Ook iedereen die ik hier spreek, die zegt ja, ik woon er met zoveel plezier. Mooi uitzicht, midden in de natuur. En nou, het is een rustige omgeving. De erfgooien zijn hier een goede daad begonnen. Ja, ik vind het een prachtig gebied. En het is een hele mooie. Hier wonen zo'n 4.000, 5.000 mensen. Heel gelukkig. Ik heb gezegd laatst, de gelukkigste mensen van Hilversum wonen in de Meent. De Meent is Hilversum en dat blijft zo. Wij zijn ontzettend tevreden over hoe de dag verlopen is vandaag. We zijn inderdaad begonnen om 3 uur met het startschot. Er waren 100 kinderen op het plein die met de burgemeester ballonnen op hebben gelaten. Die hebben daarna ook een speurtocht gehouden. En die hadden binnen, konden ze naar een kinderfilm kijken en spelletjes doen. We zitten hiernaast, zitten hier nu kinderen naar een tienerfilm te kijken. Er is ook nog een kinderdisco geweest. En de rest van de volwassenen die zijn nu aan het dansen. Dus het is een fantastisch feest. En het is inderdaad nog maar het begin. Jaren 70 muziek, dat heeft een oorzaak. Ja, dat klopt, want we zijn in 1974 zijn hier de eerste sleutels uitgereikt. Maar er zijn inderdaad heel veel mensen die warme herinneringen ophalen nu met de jaren 70 muziek. Nou, wij zien de toekomst voor de Meent zien we bijzonder zonnig in. Want we zien namelijk dat ook de gemeente Hilversum heel betrokken blijft bij de Meent. We hebben ook in de afgelopen collegeperiode nu een aantal dingen specifiek voor de Meent voor elkaar weten te krijgen bij het college. We merken dat de Meent in de belangstelling staat en dat vinden we fijn. Ik denk dat wij ook een voorbeeld zijn voor Hilversum over hoe in harmonie we hier met elkaar wonen. En hoe fijn het hier kan zijn om te wonen, dat je op straat elkaar groet, dat kinderen op straat kunnen spelen. Dus wij zijn graag het voorbeeld ook de komende 40 jaar over hoe fantastisch de gemeente Hilversum is. En mocht dat ooit een grotere gemeente gaan worden, dan staan we hier nu in de Kruisdam in het middelpunt van de nieuwe gemeente. Dus ja, wij zijn klaar voor de volgende 40 jaar. Wat er is en hoe het bruisender kan, daar hopen we vanmiddag een eind mee te komen. Ja, we zijn eigenlijk al in november, eigenlijk nog iets eerder, hebben wij al gezegd van goh, die binnenstad die zou geüpgrade moeten worden. Je ziet dat er allerlei knelpunten en problemen in die binnenstad zijn. Ten eerste met betrekking tot veiligheid, maar dat is eigenlijk nog niet eens het belangrijkste. Er zijn een aantal veel winkels die leeg staan. Nou, dat moet anders. Die binnenstad moet weer gaan bloeien en meer activiteiten, ook culturele activiteiten. En het betekent ook dat we ook moeten gaan kijken hoe we die winkels weer vol kunnen krijgen. Om gewoon de economie weer op gang te krijgen in die binnenstad. Want die binnenstad, kijk, Hilversum is in principe, heeft een regionale functie voor de hele regio. En die moeten we echt weer zien terug te winnen. Dat is belangrijk voor de ondernemers, dat is belangrijk voor de mensen die in de binnenstad wonen. Dat is belangrijk voor de economie in Hilversum. En dat is ook belangrijk voor het culturele leven in Hilversum. Maar het is net omdat de Groest altijd horeca geweest is, moet de Groest horeca blijven, moet het daar allemaal naartoe. Misschien moet je gewoon weg toegeven van het moet hier wat minder en moet het op verschillende plekken. En daar moet je juist, daar waar al wat aan de gang is, laten we dat stimuleren. Ja. En dan samen krijg je zo ontzettend veel plekken dat het toch weer bruisend gaat worden. Maar ik denk dat je gewoon heel klein moet beginnen. Echt. Allemaal kleine puntjes, zoals nu bijvoorbeeld het pleintje bij CNA wordt opgeknapt. Kijk naar jouw pleintje, Vintage Bar. En, ja. Dat is een heel gezellig pleintje, een leuke uitstraling. Daar komen dus mensen naartoe. Ja, dus blijkbaar komen er wel mensen. Continu blijven vernieuwen, continu blijven nadenken over van hoe behouden we wat we inmiddels hebben bereikt. Maar ik denk dat dat je met best wel kleine dingen, er staat veel rotzooi op bepaalde plekken. Bij mij op het hoekje, daar staan 4 containers al 8 jaar op de stoep. Wat doen die daar? Haal ze weg en dan kijk je naar een blinde muur. Mooi, zet er Hedra tegenaan. Het hoeft allemaal niet veel geld te kosten. Nee. Of zet er een kunstenaar aan. Weet je, allemaal heel veel van dat soort dingetjes, kleine puntjes.
daarmee... Ja. Kleinschaligheid. Nou ja, er is op dit moment natuurlijk weinig geld. Dus je kan ook, het is mooi om te roepen van gemeente, kom maar met een bak geld. Dat is er niet. Nou, dan moet je het dus op een andere manier gaan aanpakken. Dus er moet meer creativiteit. Bijvoorbeeld. Als je wat wil, dan moet je ook durven je nek uitsteken. En met name als het gaat dus om... dat hebben we Overtolsveld is misschien wel een mooi voorbeeld. Wat je wel zag is dat op het moment dat je investeert als overheid, je laat zien dat je als overheid erin gelooft, de coöperaties bijvoorbeeld betrekt, zie je dat ondernemers op een gegeven moment ook geïnteresseerd raken. Dat je dus wat investering krijgt op het terrein van bijvoorbeeld, nou, niet zozeer, want Amsterdam is natuurlijk groot, op zo'n wijk niet zozeer culturele investeringen. Maar wel bijvoorbeeld horeca, leuke restaurantjes, kleine ondernemers. En dan ontstaat een soort van een positieve beweging. Maar het begint inderdaad wel dat je ook straalt dat je in je stad of in je wijk gelooft. En dan ontstaat een soort dynamiek die bijna ongrijpbaar is. Maar ineens komen de mensen naar je toe en die zeggen, ja, wat zouden wij kunnen doen? Mm-hmm. En volgens mij is dat een beetje wat nodig is. Veiligheid is een ingewikkeld onderwerp. Ja. En wanneer is het ook genoeg, hè? Dat heeft vooral met het gevoel te maken, dat gaf je ook al aan. En als je dan, de afgelopen paar dagen zijn er nogal wat publiciteit is er geweest rondom veiligheid. En als je dan echt er even zuiver naar kijkt, dan is er gewoon een hele positieve ontwikkeling. Dan zie je gewoon dat we echt een hele goede kant op bewegen. We hebben nu een collectief horeca ontzeggingsbeleid en dat gaat hartstikke goed. Heel Hilversum bij niet weet, dat wij betalen mee aan de veiligheid. Wij hebben een horeca-interventieteam. Wij hebben een extern bedrijf wat zeg maar loopt op donderdag, vrijdag, zaterdag op de Groest. Twee jongens op bikers die dus naast de politie communiceren met elkaar. Dus we hebben na anderhalf jaar geleden denk ik dat we met elkaar gezeten op het terras van joh, weet je, kom help me en vertel eens even hoe het zit. Hartelijk dank iedereen. Oké, dankjewel. Dankjewel Marga van Brimmelen, alsjeblieft. Vrijdag 14 maart gaf Erik Boog, wethouder Jeugd, het startsein voor het Jeugdcultuurfonds Hilversum. De gemeente heeft het initiatief genomen om in Hilversum een jeugdcultuurfonds in te stellen, zodat alle kinderen mee kunnen doen. Het Jeugdcultuurfonds heeft als doel kinderen van armere gezinnen op een snelle, effectieve en laagdrempelige manier een kans te bieden om mee te doen aan culturele activiteiten. Dat de Diependaalse Laan een drukke straat is bekend. Volgens het comité Diependaals Belang is de overlast nog nooit zo hoog geweest als nu. Het comité vindt het dan ook tijd voor actie. Er wordt heel veel de rood gereden door auto's, vrachtwagens. Voor kinderen is het onduidelijk hoe het stoplicht exact werkt. En er wordt hard gereden. Individueel maken mensen zich er al jaren druk over. Maar nu hebben we ons eigenlijk verenigd om te kijken wat speelt er. En dat is eigenlijk ook de reden dat we die aandacht hebben gevraagd. Om gewoon eens te inventariseren of onze gedachten ook kloppen bij de rest van de bewoners. We hebben regelmatig al de wethouder Boog hier als gesprekspartner gehad. En die ziet ook wel dat hier een probleem is. Op dit moment hebben zich ook wel andere partijen zich laten horen. Dus we willen eigenlijk ook het gesprek aangaan met de politiek in Hilversum. Een buurtbewoner die al 35 jaar aan de Diependaalse Laan woont, heeft het straatbeeld voor zijn deur de afgelopen jaren drastisch zien veranderen. Overdag is er veel meer verkeer gekomen en 's nachts helemaal. Want die bloemenwagens van Alsmeer af, ja, die nemen... Ja, de kortste weg, want anders moeten ze over Utrecht en dan moeten ze de A28 af. En als ze nog bekenden tegenkomen, dan geven ze nog een klap op de klakson ook s'nachts. En met 80, 90 eroverheen, hè? Want dat, ze donderen er maar in, hè? Het enige wat wij als Diependaals Belang willen benadrukken is het feit dat deze weg te druk is, dat die onveilig is en dat er een probleem is met de schoonheid. Schoonheid in de zin van... overlast, waardoor er een luchtvervuiling optreedt. Als je het helemaal op wil knappen, dan moet je aan de oprit naar Hilversum en daar bij de A2 borden neerzetten. Doorgaand verkeer voor in Hilversum verboden. 20 januari werden de plannen bekendgemaakt voor de kap van een groot aantal bomen rondom Zonnestraal. Voor deze bomen komt heide in de plaats.
Landschapsarchitect Peter de Ruiter wil de situatie herstellen zoals deze oorspronkelijk was. Inmiddels is de bomenkap begonnen en loopt deze voorspoedig. Sinds gisteren 17 maart staat in de ontvangsthal van de NOS op het Mediapark een nieuw monument. Nou ja, nieuw. Het is in 1995 gemaakt in opdracht van de Icon. En nu de Icon gaat verhuizen, is besloten om het gedenkteken te schenken aan beeld en geluid. En na overleg met de Icon, beeld en geluid en de NOS, wordt het monument geplaatst in de ontvangsthal van de NOS. Het monument is ter nagedachtenis aan de gewelddadige dood van 5 Icon-journalisten. Corneel Lagrau werd op 19 maart 1989 gedood met een gericht schot tijdens een vuurgevecht waar hij ongewild in terecht was gekomen. Koos Koster, Jan Karpers, Hans ter Laag en Joop Willemsen werden door het regeringsleger in een hinderlaag gelokt en vermoord. Dat gebeurde op 17 maart 1982. Gisteren precies 32 jaar geleden. Hallo allemaal. Jan de Jong, algemeen directeur van de NOS, ziet het als een eer dit monument te mogen ontvangen. En nadat alle handtekeningen die bij zo'n overdracht horen zijn geplaatst, kan het monument opnieuw worden onthuld. Monument, daar zijn nog nodig papierwerk voor nodig. Dan is dat ook bezegeld. Dank je wel. Leo Schenk, destijds eindredacteur van de actualiteitenrubriek Kenmerk van de Icon, heeft de eer. Ik hoop dat dit monument voor onze 5 ook een monument mag zijn, mag gaan worden, dat meer levend houdt dan de herinnering aan de 5 die ons zo dierbaar zijn. Ik ben buitengewoon dankbaar dat het ervan gekomen is. Ik dank iedereen die daar dus verantwoordelijk voor is, maar ik geloof dat ik er in het bijzonder Job de Haan voor moeten bedanken, die met ongelooflijke hardnekkigheid, waar ik zo vaak last van heb gehad, dit voor elkaar heeft gebokst. En ik zou hem eigenlijk willen vragen om het samen met mij te onthullen. Zou je dat willen? Ja. Woensdag 19 maart was het niet alleen maar verkiezingsdag. Bij zwembad de Lieberg werd er afgezwommen. Een deel van de kinderen zwom af volgens het zwemvangnetprogramma van de gemeente. Kinderen uit groep 7 en 8, die vaak vanwege financiële redenen nog geen zwemdiploma hebben, kunnen door dit programma toch de basiszwemvaardigheid onder de knie krijgen. Wethouder Erik Boog deelde de zwemdiploma's uit. Wethouder Erik Boog bij het zwemmen bij zwembad de Lieberg, het afzwemmen. Even om te beginnen, is het nou uw laatste daad als wethouder? Nee, dat nog niet, want totdat het nieuwe college van BNW gevormd is in Hilversum, ben ik nog gewoon wethouder. Dus tot eind april, begin mei, ben ik nog gewoon aan de slag in Hilversum. Dus ik verwacht nog wel een paar activiteiten te kunnen verrichten. Ja. En Manar, een applaus voor Manar! Ja, blijven klappen hoor! Wij vinden het als gemeente heel erg belangrijk dat iedereen die van school komt een diploma, een zwemdiploma heeft. En voor die groep die nog niet heeft leren zwemmen, nog niet via school of niet van huis uit heeft leren zwemmen en een diploma heeft gehaald, die kan via de gemeente afzwemmen en een diploma halen. En dat is het vangnet. Dus dat zijn kinderen die om financiële redenen of omdat ze misschien net uit het buitenland komen nog geen diploma hebben, kunnen zo'n diploma halen. Moet het dan niet juist het schoolzwemmen weer terugkomen? Nou, heel veel scholen en heel veel ouders die zorgen er al voor dat kinderen kunnen zwemmen en een diploma kunnen halen. Maar ja, er is een groep die buiten de boot valt en die helpen we met dit vangnet. De schoolzwemmen aan zich, ja, zou heel mooi zijn als dat landelijk weer werd ingevoerd. Maar zo kunnen we toch de kinderen een diploma bezorgen die het nog niet hebben. Het is zover, dames en heren. De laatste voorlopige uitslag. En ik wil graag meneer Broertjes het podium oproepen om die laatste uitslag met ons te delen.
Dames en heren, ik waardeer uw geduld. We hebben een voorlopige uitslag. Er moeten nog ongeveer 7 of 8 stembureaus worden geteld. Dus van de 38. Dus ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Neemt u me niet kwalijk. Maar dus we hebben nog geen 100%. Maar we hebben wel een hele redelijke indicatie. En ik ga u nu een zetelverdeling opnoemen. Maar die is dus echt voorlopig. Dus dat kan altijd nog morgen 1 zeteltje naar de plus of naar de min verschillen. En daar moeten we dan niet aan houden, want daar kan ik niks aan doen. Dat weten we pas morgen. En vrijdagochtend om 10:00 is de officiële, want dan zijn er ook nog restzetels. Er zijn lijstverbindingen, dus het is allemaal nog heel ingewikkeld. Dus een voorlopige uitslag leidt ertoe dat D66 van 8 zetels gaat naar 9 zetels. Dat de VVD gaat van 7 zetels die ze nu hebben naar 6 zetels. Dat de Partij van de Arbeid van 6 zetels die ze nu hebben gaat naar 3 zetels. Dat Hart voor Hilversum, die nu 3 zetels heeft, gaat naar 6 zetels. Dat de SP, de Socialistische Partij, gaat van 3 zetels nu naar 4 zetels. Dat het CDA van 3 zetels blijft op 3 zetels. Dat GroenLinks gaat van 3 zetels naar 2 zetels. Dat de ChristenUnie van 2 zetels naar 2 zetels gaat. En nu wordt het helemaal spannend, want nu gaat het om de kleine getallen. Leefbaar Hilversum heeft nu 2 zetels, even voor de afsplitsing. En die gaat naar 1 zetel. Hilversum 1 heeft nu 1 zetel. Heeft eigenlijk 0 zetels, maar dat moet u even begrijpen. Heeft nu 1 zetel en houdt die ene zetel. En de partij Yilmaz gaat van 0 naar 0. Dat is waar u het mee moet doen. Nogmaals welkom bij de openbare zitting van het stembureau Hilversum. We beginnen met de eerste sheet, dat is de opkomstpercentage. Opgeroepen 68.082. Opkomst was 36.296. Het aantal geldige stemmen was 36.037. Het aantal blanco stemmen 118. Het aantal ongeldige stemmen 141. En daarmee is het opkomstpercentage 53,31%. Dan zijn we bij het aantal stemmen per partij. Democraten 66, 8218. VVD 5218. Partij van de Arbeid 3476. Hart voor Hilversum 5357. Socialistische Partij 4106. CDA 2989. GroenLinks 2068. ChristenUnie 1698. Leefbaar Hilversum 1146. Hilversum 1 1298. En lijst Yilmaz 463. En daaruit volgt dan de volgende verdeling in volle aantal zetels. CDA en ChristenUnie 4. Democraten 66, D66 8. VVD 5. Partij van de Arbeid 3. Hart voor Hilversum 5. SP 4. GroenLinks 2. Leefbaar Hilversum 1, Hilversum 1, 1 en lijst Yilmaz 0. Dan uiteindelijk komen we op het totaal aantal zetels. En dan inclusief de restzetels verdeeld. D66 9, Hart voor Hilversum 6, VVD 6, SP 4, Partij van de Arbeid 3, CDA 3, GroenLinks 2, ChristenUnie 2, Leefbaar Hilversum 1, Hilversum 1, 1 en lijst Yilmaz 0. Dan krijgen we voor elke partij natuurlijk het meest interessante, hoe de verdeling van de stemmen is uitgevallen. Dit is dus de lijst van D66 zoals die uiteindelijk door de kiezer is bepaald. Dan gaan we naar de VVD. Bij de Partij van de Arbeid zijn er 3 kandidaten, alle 3 met voorkeursstemmen gekozen. Hart voor Hilversum, ook hetzelfde gebleven. Bij de SP is de volgorde ook hetzelfde gebleven. Het CDA
GroenLinks, ook allebei met voorkeurstemmen. ChristenUnie, mevrouw Koloos, de heer Roos. En dan zijn we er. Dat is dus het definitieve beeld wat hoe de raad de komende 4 jaar eruit ziet. De zon schijnt volop wanneer ik het uitlaatveldje van het Deernasiel Kraarlo oploop. Het is strandweer. Dit is Rocky. Rocky is een Amerikaanse Staffordshire Terrier. Hij is 11 jaar, opgewekt, atletisch en waakzaam. We zoeken een ervaren baasje. Hij kan goed omgaan met vreemden, kinderen en katten en een ritje met de auto is geen probleem. Andere honden en alleen zijn gaat er moeilijk af. Rocky heeft leiding nodig. Ach, heerlijk toch zo'n zonnetje. En hier is Rocky 2. Rocky is een Yorkshire Terrier. Hij is 14 jaar, ziet slecht en heeft geen tanden. We zoeken een rustig huisje. Deze hond vindt alles en iedereen geweldig. Rocky is een snuffelaar. Hé, dat zonnetje. Heeft u nog een zonnig plekje thuis? Haal dan Rocky op bij Deernasiel Kraarlo.